Ik kwam daar langs afgefietst. Ik maakte een dolletje, want ik kwam een collega tegen van de autowijk. Ik ging netjes aan de kant. Zo van, oei, dus jij bent gevaarlijk. En ik kijk naar links en ik zie daar het lichaam liggen. Ik had de intentie in de eerste instantie van, dit is een persoon die is dronken. Of heeft drugs gebruikt, weet ik niet. Want zijn broek zat op zijn enkels. En ik zag een beetje bewegen in de borstkas. Maar ik heb er eerst, ik ben zelf BHV'er. Dus ik heb er in eerste instantie mensen bijgehaald. Het depot zit niet zo verder vandaan. En ja, daar hadden ze iets van, hij leeft nog. Dus ik heb ook netjes 0900-8844 gebeld van niet 112. Van de intentie van, oké, hij is gewoon zwaar dronken. Of drugs, zou kunnen. Iets van, het is spoed. Nou, de politie was vrij snel te plaatsen. Ja, en die constateerde eigenlijk best wel vrij vlug dat hij overleden was. Het zijn misschien de gassen geweest in zijn lichaam die nog wat beweging hebben veroorzaakt. Ik durf het niet te zeggen. In de nachtelijke uren zijn er altijd activiteiten. Dus ja, daar werpt ooit dingen op van dat je denkt van, klopt dat wel? Je weet niet of het zijn toch mensen die een uitzichtmiddel zullen zijn, of aan brommers of motoren, of ja, juist de verkeerde dingen, zoals misschien nu gaat blijken.